Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds donderdag. De eerste. Ja, is ook zo. De eerste augustus alweer. Ja, echt waar. 2024, logischerwijs. En we leven om 4 minuten over 1. Willy die komt weer in huis, dus die is straks ook weer van de partij. Maar ja, daar is een hoop werk te doen. Ja, ik ben zo verdrietig om alles. Ja, het ziet er niet uit. Mijn wastafel is niet wit, niet meer zwart. Mijn plankje waar al mijn make-up op staat, dat is een en al zwarte troep. Kan dat op die jongen draaien? Nou, oké, de wasdroger draait en de wasmachine. En hij is bang daarvan. Nu is hij stil. En hij heeft net gegeten. Kan het alweer. Hij is alweer stil ook. Ach ja. Hij zei, nou ja. Hij deed het nog vreemder dan normaal. Maar ja, omdat hij bang is, gaat hij toch sowieso raar janken, maar nou nog erger. Ik denk, nou, wat is dit? Maar in ieder geval, dat is gekomen door gisteren, hè, met dat ding te vervangen. En dat uitzuigen, nou ja, hij had een stofzuiger mee, hè. Had hij toch ook die troep op kunnen zuigen, net zoals gisteren wat ik opgeveegd heb op de vloer. Nou, dat ligt ook allemaal in de douche, maar hele grote brokken ook. Het ziet er niet uit. En ik heb alles maar aan de kant gehaald en aan de andere kant gezet. Ik denk, nou Willy, ik weet het niet, maar dit is toch te absurd voor woorden. Dat het op die manier achterlaat. Voor hetzelfde geld. Hey, geen huishoudelijk hulp. Hey, alles alleenig doen, die uppie en dat met mijn lijf. Nou, dat gaat het toch niet worden. Dat een leuke, lieve jongen was het, maar wat dat er gaat, als hij bij zulke soort mensen moet werken, dan waar ik moet werken, tenminste maar zoals hij bij mij moest, er zijn meerdere mensen zoals ik, en nog wat slechter ook, nou, hallo, en als het al geen huishoudelijk hulp hebben, nou ja, kusjes geven. Lieve, hoe lief. Dan gaat Rijka erbij leggen. Jammer. Ik zou net even een foto met mijn mobiel gaan maken. Ben je daar weer net te laat mee? Maar ja, dit kan ook wel. Zo lief, zo lief. Ja, echt zo lief. Echt geweldig. Ja, daar hou ik van. Lief toch? Ja, daar hou ik van. Zo lief. Ja,
dat zal ik straks eventjes versturen naar een paar. Maar ik denk ook dat de zonnescherm wel weer omhoog kan, want... Wat zonnetjes, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nee, ik moet nog wel met de meisjes uit. Maar die zijn net in de tuin geweest. Ze wachten nog maar even tot we koffie hebben gehad. En ik moet ook nog even de zolder op. Ik moet daar even wat weghalen. Maar dat mogen jullie nog niet weten. Dat komt allemaal nog. Ja, maar daar moet ik ook mee aan de gang. Zo spoedig mogelijk. Dus ik moet van zolder af en dan... Ja, dat is leuk allemaal. Ja, daar verheug ik me gewoon op. Maar ja, dat komt later dat dat verteld gaat worden. Ja, dat is nog een verrassing. Ja, echt waar. Maar oké, lieve vrienden, het is hier ja, een beetje weer nou ja, opgesloten zitten. Het is, ja, ik weet niet wat ik zeggen moet. Het is niet echt bewolkt, maar toch ook weer wel. Het zonnetje schijnt heel flauw. Het is een sluier die er over ons heen hangt. Ja. En geen mooie sluier. Nee. Het is een beetje grijzig, een beetje bedompt. Ja. En daar hou ik niet van. Nee. Maar in ieder geval, dan kan de pret niet boeien. En ik ga de kopjes afwassen. Voor koffie. En dan kunnen we straks een bakje koffie nemen. En ik wil even een broodje eten, want ik ben een beetje gammeltjes. En dan zien we wel hoe het reilt en zeilt. Ja, toch? Maar in ieder geval, geniet gewoon van jullie dingen die jullie zelf moeten doen. Want uiteraard iedereen heeft wel wat te doen. Maar geniet ook een beetje met ons mee vandaag. En ja... Ik weet niet wanneer jullie tijd hebben om naar ons te kijken, maar ja, jullie weten hoe later een vlog online komt en dat is 14:30 en ja, liken en natuurlijk een reactie eronder plaatsen, dat is altijd even leuk. En ben je nog niet geabonneerd? Nou ja, je kan altijd eronder abonneren en dan krijg je een belletje zichtbaar en die moet je aanklikken en dan op alles, ja. Helemaal geweldig, ja toch? Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet met ons mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, Willy is net, maar ook nog maar net, de deur uit. En wij gaan ook de deur uit. We gaan naar Mary toe. Neem jullie wel mee, maar ik beloof niet dat ik bij haar binnen ga filmen. Want ja, jullie weten het wel. Ik denk dat jullie het in het verleden wel hebben gezien. Niet mijn huishouding in ieder geval, nee. Ik heb het dan soms zo vol staan, dat wel, maar ik heb geen bende, geen troep. Oké, op de eettafel ligt nog steeds mijn plank met de naam van mijn huis erop. Dat moet nog steeds opgehangen worden buiten, maar ja, dan moet ik persoon wel komen. En hij belooft, en dat belooft, maar komen doet hij niet. Nee, dus ja, dat ligt er nog steeds. Ja, en ik ben met een camera bezig, maar die wil ik ook eigenlijk nog instellen op mijn telefoon, dat ik die in ieder geval kan gaan doen. En dan moet ik eventjes de wijkagent erbij hebben van, ja, luister en huiver, zo en zo en zo en zo. Zo wil ik het eigenlijk proberen te doen. Wat denken jullie ervan? Mag dat? Kan dat? Vertel mij wat. En... Ja, waar moet ik, nog een sticker daarvoor hebben of is die aan de voorkant genoeg? Ja, ik weet het even niet, maar in ieder geval, dat dus. Want je moet het wel aangeven dat je een camera hebt. En ik wil het gewoon hier wel beveiligd hebben voor mezelf, omdat ik maar alleen ben. En ja, gewoon dat dus. Het is niet om een ander in de gaten te houden, nee. Nou ja, ja en nee. Want meestal swipe ik dat allemaal weg. Ik hoef dat niet te zien. Maar het gaat er mij om. Wordt er vernielingen aangebracht, dan ga ik het langs. Autoschade, dan ga ik het langs. Weet je, zo op die manier.
Maar zolang er niks gebeurt, ga ik het niet langs. Dus weg, weg, hek, niks mee. Nee. Maar als er een auto hier op de stoep staat en er gebeurt wat mee, dan kan dat misschien op mijn camera gezien worden. Dus op die manier. En dus, maar in ieder geval, lieve, lieve vrienden, wij gaan de hort op. En ja, ik neem jullie in de tas mee, niet in mijn schoudertas, maar in de tas aan mijn stuur. Nog even, hang dat los, dat moet me niet. Dus ja, dat dus. We gaan er gewoon voor. We gaan gewoon weer even wat leuks doen. Eventjes genieten. Eventjes door, ja, weet ik voor hoe ik erheen rijd. En ja, ik doe wel mijn jas aan, want het is 21 graden, maar er staat toch wel een beste bries, heb ik gemerkt, met lopen met de meisjes. Dus ja, ik ga wel even mijn zwarte jas aan. Ja, daar heb ik ook betere jaszakken in en dan kan ik de boel erin kwijt. Dus dat is helemaal goed. Die kan... Ga nou even meehelpen. Wat, verdikkie. Zo. Die gaat. Nee, dicht. Is zo. Nou, de sleutels gaat in de bussen. Ik weet niet eens welke oorbelang ik in heb. Oh ja, mijn pentagram. Dus ja, dat dus. Dus ik zou zeggen, geniet en geniet een beetje met mij mee. Tot later. Doei doei. Ja, nou, en zo ziet de lucht er nou tegenwoordig eruit, hè? Tenminste vandaag. Het zonnetje is er wel. Maar ja, ze hebben het weer helemaal dicht gegooid. Dus niet zo fijn. Maar we zijn ook weer ergens aanbeland waar het ook niet fijn is. Ja, bij mijn mama. Zo lang niet meer geweest. Oh, gosje. Dankjewel, Karin. Karin die heeft er een beertje bij gezet met haar codenummer. Van haar YouTube-kanaal. Ja. Alsof oma gaat internetten. Ja. Ken je dat? Dus oma, ga internetten. Ga maar naar Karin de YouTube-kanaal. Ja, dat dus. Het ziet er dus niet uit. Het is slechts ook helemaal scheef gezakt. Helemaal echt scheef. Ook dat graf is helemaal scheef. Terwijl die altijd ieder jaar omhoog werd gehaald. Is het nou ook niet gedaan. Nee. Het werd ieder jaar omhoog gehaald. Mensen die hadden in mijn ogen geld genoeg. Maar dat heb ik niet. Ja. Aafje Romkje, dat is een Friese naam. Enkel de achternaam niet. Kretschmar, lijkt wel meer Duits. Ja, dat kan niet. Ja. Kan helemaal. Ja, mami. En ze weet gewoon dat ik hier geen bloemen meer neerzet. Niks, nee. In mijn hoofd is ze bij me, in mijn hart is ze bij me, in mijn lichaam is ze bij me. Ik ben een tweede haar, laat me zeggen. Ze leeft voort in mij, ja, maar ook in mijn kinderen. Ook al zouden ze misschien zeggen van niet, tuurlijk. Er zit ook altijd wat bloed in hun aderen van mijn moeder. Maar ja, ik denk, ik rijd het al langs, ik wil even naar binnen. En dus. Het is veranderd wat. Er stonden hier ook wel dingen tussen de graven in, zoals struiken enzovoort. Maar er een heleboel weg.
Want ik zie daar ook twee stenen naast elkaar en dat is van één graf. Die rechte stenen. En dan heb je hier natuurlijk ook van alles. Ja. Maar ja, ik zal jullie weer sluiten, want ik moet toch proberen weer achteruit te gaan. En het pad ligt hier ook niet zo jovel. Dikke brede gleuven erin. Ja. En dus, dat dus. Maar oké, lieve mama. We zien elkaar ooit weer. Ja toch? Ja. Nou, tot later. Ja, nou ja, zoals jullie weten zijn we even naar het kerkhof geweest. Naar mijn moeder, die daar ligt. En naar Mary, maar die zat achter buiten en die was net weer thuis. En Maurice, de zoon van Marianne, was er ook. Die was er even bezig. Maar Mary die zei van ik heb nog zo'n kleed. Maar deze is toch te smal. Zoals jullie zelf kunnen aanschouwen aan weerskanten. Ik kan je wel zeggen, nou trek je naar één kant toe. Nee, dat gaat het er niet worden, want ik heb 200. Ja. Nou, dat ruikt een beetje raar, hè? Nee, dat vinden jullie, dat ligt nou daar. Dat moet eerst uitgeklopt worden en dan wordt het gewassen. Dan gaat deze ook gewassen worden, deze is gewoon vernoot. Maar tante Mary die zei van ze heeft er nog een en die is groter. Nou, we zullen beleven. Ja, we zullen beleven. Ja toch? Ja. Het grootste gedeelte is in ieder geval beschermd. Ja. Dat dus. Nou, dan moet ik nog met ze lopen. Ik moet nog eten. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Die vlog maak ik me niet zo druk, want dat is zomaar gedaan. Ja. Hé, meisje. Mijn meisje. Mijn meisje. Ja. Ja, allebei zijn ze lief. En ze moeten allebei een schoonsjaaltje om. Ja. Daar zullen we met het weekend voor gaan zorgen. Hé? Want morgen moet het vrouwtje ook weg. Ja. Dan moet ik ook weer weg. Dus ja, dat dus. En ik moet even kijken of Kandel of nog eten heeft. En dan krijg ik die happy. En dan ga ik lopen met de meisjes. Ja, zo is dat. Hé, kind? Ja. Ja, dat dus. Dat gaan we doen. En ik zie dat de stoel nog weer naar de salontafel geschoven kan worden. En dan zullen we het gewoon beleven hoe en wat. Wat ga jij doen? En wat ga jij doen? Wat gaan we allemaal doen dan? Oma, au. Oh. Au, is het zo? Hé, is het zo? Hallo? Kiele, kiele, kiel. Kandelfie. Ja. Kom maar dan. Hoi. Nee. Ja, oh, goeie dikke doosje. Oh, goeie dikke doosje. Oh ja, kopjes geven, hè. En dan komt er een klein jaloers klein dametje aan. Hé, joh. Ja, jij ook, hè. Ja, ik heb gewoon buiten gezeten, hoor. Ik weet niet. Ik heb gewoon buiten gezeten, ja. Op tante Mary, haar booster, heb ik gezeten. Ja. Ja. Ja, echt waar. Nou, hobbelen, allebei. Jij ook, kerel. Toe, goed zo. Dus, ja, het zonnetje schijnt. Zomaar, waar rempel. Het is 19 graden, het is een heel eind koeler geworden. Terwijl ik bij Mary zat. Mijn jas, dat was echt wel nodig. Ik had mijn zwarte jas aan. Nou, op de woestijn had ik het eigenlijk koud. Laat ik
dat zeggen? Maar ja, nou trek ik hem weer aan, maar ik ga nou met meisjes lopen, dus dat scheelt ook weer een stuk. Lopen, dan hou je jezelf in beweging, dus ja, dat komt ook wel weer goed. Hé, kerel, ja, ja. Dus, lieve vrienden, ja, jullie zullen al wel gegeten hebben en zo niet voor de later, net zoals ik. Smakelijk eten, bon appétit en een hele fijne, liefdevolle avond gewenst en tot later. Doei, doei. Leg dat daar lekker, dametje. Leg dat daar zo lekker. Ga zo een beetje toe, hè. Ja. Ja, dat gaan we zeer zeker doen. Televisie is al uit en het is laat genoeg. Ja, en morgen ook weer een drukke dag voor mij voor de boeg. Maar dat zien jullie dan morgen wel of over een aantal x uurtjes. En ik heb last van mijn nek, was weer naar mijn hoofd toestraald. En dat vind ik niet fijn, want het ging zo goed weer een paar dagen. Wat hoofdpijn aan raad. Maar in ieder geval, wij gaan een beetje toe. Dus ik wens jullie allemaal wel trusten. Dus slaap lekker. Met mooie dromen. En uiteraard gezond weer uit je bed zien te komen. Want ja, je moet wel gezond willen en moeten blijven als je leuke dingen hebt te doen zoals ik. Ja, komt helemaal goed. En ja, ik zou zeggen gewoon, jullie weten het allemaal stuk voor stuk. God die houdt over ons de wacht, daarom zeg ik. Graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.